Waar blijft alle grind, zand en klei? Want dat is wel een belangrijke. We hebben het gehad over sediment, we hebben het gehad over hoe sediment ontstaat, erosie, verwering. Maar het materiaal moet ergens naartoe. Het blijft niet zomaar liggen op de plek waar het wordt afgesleten van een gebergte. Dus kijken we even naar een stukje herhaling van de opbouw van een rivier. Daar hebben we het al eerder over gehad, maar het leek me toch zinvol om dat nog eventjes erbij te halen. En vervolgens gaan we kijken naar waar dat sediment dan ook ligt. Bijvoorbeeld in een laagvlakte, het verschil tussen een delta en een estuarium, hoe zandbanken ontstaan. En dan hebben we als allerlaatste de aanslibbings- en afbraakkust. Ja. Nou, even de herhaling van de opbouw van de rivier. Misschien weet je het nog. Manuel, even nieuw je telefoon. In de bovenloop heb je de grootste stroomsnelheid. Dat betekent dat daar het water snelst van boven naar beneden loopt. Het gevolg is dat daar heel veel sediment in vrijkomt. Dat wordt meegenomen, dat verweringsmateriaal. En dat slijt met de noodvaart langs dat gebergte. En daardoor heb je dus erosie. En daardoor ontstaan er van die veedalen bijvoorbeeld in een hoge gebergte. Weet je nu trouwens nog wat ook alweer een udal veroorzaakte? Wat maakte dat? Ja? Een gletsjer. Ja, een gletsjer. Precies, hartstikke goed. Dan heb je de middenloop van je rivier. Daar is het verschil tussen hoog en laag al minder groot, dus je water stroomt minder snel. Wat staat er op dit kaartje bij? Er staat aangegeven dat er zowel sedimentatie als erosie plaatsvindt. Weet jullie nog wat sedimentatie was? Ja, dat is sediment. Maar wat is sedimentatie? Je bent erbij. Nee, het is wel bijvoorbeeld klei en zand. Maar wat gebeurt er bij sedimentatie? Ja? Dat bereikt het ijs en zo mee. Of ik bedoel, dat zand en klei. Nee, sedimentatie is het afzetten van het materiaal. Dus stel, je rivier overstroomt, Manuel. En er zit zand en klei in dat water. En dat water dat zakt langzaam de bodem in, dan blijft het zand en de klei over. Dat is sedimentatie. Dus het achterblijven van het verweringsmateriaal, het sediment op de grond. Dan hebben we nog de monding van je rivier, de benedenloop. En wat gebeurt daar? Daar stroomt het fijnste materiaal, vaak klei, de zee of een meer in. Dat hangt een beetje af natuurlijk waar die rivier in uitmondt. Dit is even belangrijk om te weten, want dat materiaal komt ergens vandaan. En bijvoorbeeld komt het terecht in wat je noemt een laagvlakte. We gaan even naar Italië toe. We zitten in Noord-Italië. In Noord-Italië heb je natuurlijk de Alpen liggen. Voor een groot gedeelte liggen die natuurlijk in Zwitserland, maar een stuk van de Alpen liggen in Italië. Dat is een hoge bergte. Dus dat betekent dat in die toppen van de Alpen heel veel erosie plaatsvindt. En al dat sediment van die erosie, dat moet ergens naartoe. En dat loopt via de riviertjes, de rivier de Po in. En op dit plaatje, dat is een Italiaans plaatje, ik kon even zo snel geen ander voorbeeld vinden, heb je te maken met bijvoorbeeld, en dat noemen ze de Bacino Padano, dat is de Po-vlakte, dat is het gebied wat je hierboven in zo ziet liggen. Het kruis is de plek waar ze doorsneden hebben gemaakt, overigens. Daar zie je dat als die rivier overstroomt, dames, opletten UB, heel veel van dat sediment uit de Alpen wordt afgezet. Dus die Po-vlakte, dat is eigenlijk, vroeger was dat een beetje een soort kuil in de grond. Hè? Altijd als je een berg vormt, dan trekt ook de bodem naar beneden toe. Die is helemaal opgevuld met allemaal sediment. En het sediment is heel vruchtbaar. Dus dat is een goede plek voor bijvoorbeeld landbouwgrond. Maar dat terzijde. Nou, als je kijkt naar dit kaartje. Dit is wat je doet. Kijk, hier zie je die lijn lopen. Stel nou dat je gaat graven in de grond. En dat doe je over een hele grote afstand. Dan kun je allerlei verschillende lagen aantreffen. En al die lagen die zijn op een verschillend moment afgezet. Want over het algemeen
hè, hoe hoger je komt, hoe nieuwer die laag sediment is. Dames, nog een keer. Ga dan niet lopen kletsen als ik aan het praten ben. Nou, vraag aan jullie. Hoe komt het dat dat water dat vanuit de Alpen komt, dat sediment wat daarin zit, hoe kan dat nou dat dat dan in die po-vlakte wordt afgezet? Waarom eindigt het daar? Waarom wordt het niet verder meegenomen naar bijvoorbeeld de Middellandse Zee? Ja, zeg het maar. Dat is omdat het niet kan glijden, zeg maar. Ja, het kan niet glijden, het wordt niet meegenomen door de rivier. Waarom, wanneer wordt sediment niet meer meegenomen? Ja? Nou, als het in het riviersgeval is het als de rivier zeg maar niet meer naar beneden gaat. Ja, als je dus horizontaal stroomt. Ja. Ja, dan. Ja, de zware dingen die zakken naar de bodem en die blijven achter. Wat wil je zeggen? Oh, nou, uitstekend. Dus, hoe zwaarder de stukken sediment, hoe eerder ze naar de bodem zakken. Dus als je gaat kijken, hoog in de bergen zullen de grootste keien achterblijven. En klei is het fijnste en dat zal bij de monding uitkomen. Nou. Zo'n monding kent twee verschillende vormen. Dat kan een delta zijn en een estuarium. Dat verschil moet je kunnen herkennen. En hoe doe je dat? Fotootje of dat kaartje van Egypte, Noord-Egypte. Je ziet de rivier de Nijl, die stroomt van zuid naar noord. En je ziet dat die hier enorm veel vertakkingen heeft. Dat komt omdat de Nijl oorspronkelijk heel veel sediment met zich meenam. En zoals jullie nu weten, als de stroomsnelheid van dat water, omdat het bijna horizontaal is, afneemt, zakt dat sediment naar de bodem toe. Nou, als dat hier gebeurt, dan betekent het dat het water uit die Nijl, dat normaal gesproken naar de Middellandse Zee stroomt, niet meer kan doorstromen. Dat zit tegen een blokkade aan. Dus wat er gebeurt, dames, nog een keer, gaan we anders maar uit elkaar zitten. De rivier overstroomt en die zoekt een nieuwe weg naar de Middellandse Zee. Nou, als je dan naar dit kaartje kijkt, dan zie je dat er heel veel vertakkingen zijn. Al die vertakkingen zijn ontstaan, omdat het dan weer een blokkade was van sediment. Dat water kon niet meer weg, overstroomde weer, ging weer een andere weg. En zo zie je dat er in dit geval iets van 8 mondingen zijn ontstaan in de Middellandse Zee. Maar het is allemaal dezelfde rivier. Een ander voorbeeld is een estuarium. En daar komen we zo meteen op. Waarom zo meteen? Omdat hier een kaart van Nederland staat en heel Nederland is een delta. Dus al die rivieren die in Nederland uitkomen, die hebben op de een of andere manier met elkaar te maken. We hebben 3 hoofdrivieren. De Schelde, de Maas en de Rijn. Nou, je moet eens kijken hoe groot het stroomgebied is van de Rijn. Al dat water vanuit Zwitserland, Duitsland, komt naar Nederland toe en gaat daar de Noordzee in. Dus dat is nogal veel. Ja. Ja. Maar het gekke is, als je dan vervolgens gaat kijken naar waar dat water de zee in belandt, en dan ga je wel naar Nederland toe, dan is dat in een estuarium. Een estuarium is een soort hele brede trechter, dat kun je op deze foto mooi zien. En daar staat zeg maar de zee met de rivieren in contact. Dus dat water dat stroomt erin en eruit. Dus dat betekent dat er ook zout water een stukje landinwaarts kan komen. Zeeland bestaat uit allerlei estuaria. Die hebben ze natuurlijk op sommige plekken wel dichtgezet. Maar oorspronkelijk zijn dat dus estuaria aan het einde van een delta. Dus je kunt ze alle twee tegenkomen. Maar goed, mocht je een keer de vraag krijgen van is dit een delta of een estuarium? Delta, denk aan een vertakking met allemaal kleine zijriviertjes. Estuarium, denk aan een trechter. Als je dat doet, dan is dat voldoende om een goed antwoord op die vraag te kunnen geven. En vaak zit er dan natuurlijk een plaatje bij. Dan gaan we even aan de kust blijven kijken. Wat we net al zeiden, dat sediment, dat fijnste sediment, dus de allerlichtste zandkorrels en kleikorrels, die worden meegenomen. En die belanden vooraan in de monding van de rivier in de zee. Nou, als je maar lang genoeg wacht, dan vormt dat een enorme bult aan zand. Kijk, de zee neemt een deel mee, maar niet alles.
maar een gedeelte wordt meegenomen. En als je wel eens in de zee hebt gezwommen, weet je dat als het een beetje hard waait, het zand overal zit. Dat is dus eigenlijk gewoon sediment wat uit de bergen komt, dat door het water wordt meegenomen. Nou, stel nou, het is vloed. En de golven nemen zand met water mee en dat zand belandt op het strand. Op den duur betekent het dat dat strand langzaamaan op sommige plekken steeds hoger komt te liggen. Soms zelfs zo hoog dat er plantjes op kunnen gaan groeien, van dat helmgras bijvoorbeeld. Als dat gebeurt, dan heb je dus eigenlijk een nieuwe duin gecreëerd. Dus eigenlijk was een duin vroeger een zandbank. Hey, je hebt misschien wel eens meegemaakt als je de zee ingaat, dat de zee eerst wat dieper wordt en dan ineens wordt die weer hoger. Nou, dat is zo'n zandbank. Op den duur zou dat dus een nieuwe duin kunnen vormen. En dat zie je op dit schematische overzicht. He? Je hebt een hoge zeespiegelstand. Dat betekent dat er steeds nieuw zand wordt afgezet op die zandbank. Die wordt hoger en hoger. En langzaamaan komt die zelfs bij vloed niet meer onder water te staan. En dan gaan daar allemaal planten op groeien. En dan is het een nieuwe duin geworden. Maar dit gebeurt niet overal. Weet jullie ergens een plek buiten Nederland waar er geen sediment op de kust wordt afgezet? Iemand een idee? Ja? Bij de Waddeneilanden? Ja, dat is wel een goed voorbeeld eigenlijk. Ik zei eigenlijk buiten Nederland, maar de Waddeneilanden zelf, die verplaatsen zichzelf een beetje. Omdat er aan de onderkant erosie plaatsvindt, daar wordt zand weggehaald. En bijvoorbeeld zand van Texel wordt meegenomen door het water en afgezet voor Vlieland. Als je, ik zal het zo meteen laten zien, een foto ziet van Vlieland, dan zit er een enorme zandbank voor. Dat is zand wat eigenlijk meegenomen is door het water. Maar waar ik eigenlijk op doelde was, misschien hebben jullie wel eens gehoord van de White Cliffs of Dover. Van die hele hoge krijtrotsen die bij Dover in Engeland liggen. Daar heb je geen afzetting van zand. Nee, daar neemt zelfs het water gesteente mee. Ik doe dit plaatje niet, dat heb ik al gezegd. Hier zie je een voorbeeld. Dit zijn die krijtrotsen. En het water hapt steeds meer van het materiaal af, waardoor dus eigenlijk het land kleiner wordt. En dat wordt door de zee meegenomen. Maar waar zou dit nieuwe sediment dan vervolgens belanden? Waar zou het zand en de klei, de kalk die afkomstig is van deze rotsen uiteindelijk terechtkomen? In het water, ja zeker in het water. Maar stel dat het weer wordt afgezet op een plek, waar komt het dan terecht? Misschien in Engeland. Nee, want het gaat er juist in Engeland gaat het er vanaf. Maar waar gaat het dan naartoe? Even een slechte tekening van Nederland. Wat? Wow. Nederland. Dat is Nederland. Dit is Groot-Brittannië. Als je hier te maken krijgt met die erosie, waar gaat dit materiaal dan naartoe? Ja. Nou, naar Nederland. Precies, want de stroming van het water moet door het kanaal heen. En het komt hier dus weer terecht. Dus aan de Noordzeekust en op de Waddeneilanden. Om nog even terug te komen, wat Jennifer zei over de Waddeneilanden. Hier bij Groningen wordt helemaal niks van zand afgezet. Ja, wel een beetje gelijk, precies. Nou, dat is dus het verschil tussen erosie en een afzettingskust. Wat heel belangrijk is, is dat je het verschil herkent. Dus dat je het kunt zien. Dus kijk desnoods nog een keer terug naar de plaatjes of zoek het een keer op. Waarom is het belangrijk? In jullie praktische opdracht kan het zijn dat je onderzoek doet naar de ondergrond hier. En heel toevallig ligt hier onder zeeklei. Nou, dan kun je je afvragen van hoe komt het nou dat er hier zeeklei ligt? Nee, precies. Dus dat is een vraag die je kunt gaan beantwoorden. Goed.